In de zomer van 2018 is de brug al van een nieuwe asfaltlaag voorzien, maar dat ging toen niet goed. We zien nu dat de hechtlaag tussen het beton aan de ondergrond en de asfaltlaag daarboven, dat die niet goed gehecht is. En we weten dat toen dat gebeurd is, was het in de zomer, was het erg warm weer. Dus misschien heeft de temperatuur daar een rol mee ingespeeld. We hebben toen wel besloten om het ook 's avonds laat te asfalteren, dat de temperatuur dan wat lager zou zijn. Maar nou, blijkbaar is die hechtlaag toch niet helemaal goed gehecht. Om er zeker van te zijn dat het deze keer wel goed gaat, heeft de provincie een bedrijf ingehuurd dat gespecialiseerd is in het aanbrengen van asfaltlagen op betonnen brugdelen. Tijdens de werkzaamheden zijn twee omleidingsroutes ingesteld. De eerste route loopt via de N50 langs Kampen. De tweede route loopt via de A28 langs Harderwijk. Automobilisten moeten dus 4 dagen lang geduld hebben. Dat klopt, maar we willen natuurlijk ook dat het goed gebeurt. En er zijn verschillende lagen die erop moeten. Die moeten uitharden voordat je een volgende laag weer kunt aanbrengen. En als je dat te snel wil doen, ja, dan loop je het risico dat het misschien niet goed gaat. Dus we hebben die tijd er echt voor nodig. Dit is eigenlijk al heel erg kort. De aannemer die het gaat doen, die gaat ook alle tijd gebruiken. En als het nodig is, zal die ook 's avonds werken. We weten dat het natuurlijk vervelend is voor al dat verkeer, 4 dagen lang. Maar het zou nog vervelender zijn als de hele gevaarlijke situaties optreden. En dat willen we natuurlijk helemaal niet. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon gebruik blijven maken van de brug. Schepen met een doorvaarthoogte van meer dan 5,40 meter kunnen de brug minder vaak passeren. In plaats van de hele dag wordt de brug overdag op 3 verschillende tijdstippen bediend. Als alles goed gaat, zijn de werkzaamheden aan de brug volgende week vrijdagochtend afgerond.